Waarom wil het college deze subsidie verlenen? Ja, het is een soort subsidie en tegemoetkoming bij de verwerving van het pand. We hebben een paar jaar geleden afgesproken dat de gemeente maatschappelijk vastgoed gaat vervreemden, dus verkopen aan maatschappelijke organisaties. En dit is een van de voorbeelden. Mudante krijgt tegen een gereduceerd bedrag de Finse school. En waarom moet er een derde financiële partner bij? Ja, dat heeft op zich niet met het aankoopbedrag te maken. Dat staat er los van. Maar wij stellen een paar voorwaarden op grond waarvan organisaties in aanmerking kunnen komen voor die regeling. Er zijn twee belangrijke voorwaarden. De eerste is, je moet voldoende financiële draagkracht hebben als organisatie. Solvabiliteit, een moeilijk woord. En daarvoor is de gift van een derde nodig. Want er is een bedrag toegezegd van een derde die zegt, ik geef een forse gift aan Mudante. En daarmee staan ze financieel ineens er heel goed voor. Dat is de eerste vereiste waaraan voldaan moet worden. Wil de gemeente transacties doen zoals deze? En tweede is, het moet om maatschappelijke activiteit gaan. Dus niet wonen of een commercieel bedrijf. Dat is een beetje wat te doen over het onderhoud. Ja. Waarom mocht dat nou niet meegenomen? Vorig jaar heeft de gemeenteraad na een voorzet van het college een kader vastgesteld. Op grond van welke condities, van welke voorwaarden vastgoed kan worden overgedragen naar organisaties. En daar zit onderhoud niet bij als voorwaarde. Dus er staat niet in de voorwaarden, het gebouw moet over 10 jaar er tip-top uitzien. Wij verkopen een pand en we gaan ervan uit dat de nieuwe eigenaar er belang zelf bij heeft dat dat pand in goede staat verkeert, dat ze hun activiteit kunnen doen. Maar dat is dan het moderne denken. Daar zijn mensen dan zelf verantwoordelijk voor dat ze hun eigen pand, want het is nu, als de overdracht heeft plaatsgevonden, dan is het van Mudante. Dus Mudante verantwoordelijk voor het onderhoud. Het schijnt bijna 7 ton nodig te zijn. Dat gaan ze nooit opbrengen. Het heeft te maken met de monumentenstatus van de Finse school. Dat is ook wel een mooi pareltje in Zuid. Er zijn nog maar heel weinig Finse scholen in Nederland. Nog 4. Waren er veel meer. En dan kost dat 7 ton. Dat is een taxatie van een onderzoeksbureau. En die baseren dan die cijfers wel op kosten die aannemers moeten maken. Dus professionele kosten. Wij gaan ervan uit dat ze zelf dingen zullen en kunnen regelen. Dat zien we in Apeldoorn veel meer gebeuren. Dat drukt enorm de prijs. De voorzitter van Mudante heeft ook in zijn inspraakreactie gezegd dat er ook een geldgieter is die heeft toegezegd dat hij een substantieel bedrag wil overmaken naar Mudante om daar ook voor een deel in tegemoet te komen. Ja, en verder, het is primair de verantwoordelijkheid van Mudante. We zullen daar wel goede afspraken over met ze maken in het koopcontract. Als het niet lukt? Laten we er maar niet van uitgaan, dus die alsvraag. Het is wel een terecht zorgpunt. Laten we hopen dat het goed gaat. Heel Apeldoorn heeft er belang bij dat die Finse school daar blijft staan. En dat Mudante zijn mooi werk kan blijven doen. Dankjewel.